Welkom allemaal. Vandaag ga ik verder in op vragen die we gekregen hebben naar aanleiding van het filmpje over de Cranioreflex Pro en over het filmpje van de open dag. Er zijn een aantal vragen die steeds op dezelfde manier terugkomen, dus vandaar dat we die eens even op een rij gaan zetten, waardoor het voor iedereen wat helderder wordt welke antwoorden daarbij gaan horen. Een belangrijke vraag die gesteld wordt is: wat kan ik als erkend reflexzonnetherapeut nu na deze opleiding nog meer? Nou, na deze opleiding, wat je geleerd hebt, is een nieuw en extra systeem om via reflexologie klachten te kunnen behandelen. Dat betekent eigenlijk dat je onderlinge verbindingen in het lichaam verstevigd en verdiepend kan bewerken. Als we daar even verder op doorgaan, dan gaat het eigenlijk over dat je de communicatie tussen de onderlinge weefsels gaat versterken en verstevigen. De communicatie tussen botten, spieren, vloeistoffen, de hersenen, maar natuurlijk ook het communicatiemiddel in het lichaam, ons bindweefsel. Nou, om daar even een voorbeeld van te geven, stel je voor er komt iemand bij jou met hartklachten. Ja? Hartklachten of nog niet zozeer dat hij weet dat het van het hart is, maar dat er een pijngebied op de borst zit met uitstralingspijn naar de linkerarm toe. Op deze manier hebben we al informatie over een bepaalde zone, over een bepaalde regio waar mogelijk een orgaan aan gerelateerd is. Nou, vanuit de voetreflex kunnen we dan gaan kijken, oké, in welke zone ligt dit? Welk orgaan is hier mogelijk bij betrokken? Welke andere lichaamsstructuren, dus bijvoorbeeld de arm of de bezenuwing van de arm, is er mogelijk bij betrokken? En dat kunnen we met reflexzonetherapie kunnen we dat aansturen. Vanuit het craniosacraal systeem betekent dat dat we, omdat we werken met de craniosacrale vochten en het ruggenmerg daar een belangrijk onderdeel in speelt, kunnen we gaan kijken, oké, welk deel van het ruggenmerg heeft hier invloed op? Waar komt of steekt een zenuw, gaat een zenuw uitlopen die deze prikkel ook zou kunnen veroorzaken? Verder kunnen we letterlijk met het hart verbinding maken in de craniosacraaltherapie door het hart te gaan voelen. En op het moment dat je contact maakt met het hart, zal je gaan voelen dat het hart een beweging maakt naar de wervelkolom toe en weer een beweging maakt naar buiten. Dus op deze manier kunnen we daar ook verbinding mee maken. Vanuit het Chinese stuk kunnen we gaan kijken, oké, welke meridianen lopen hier nou langs? Nou, als we naar de arm gaan kijken, dan hebben we daar het hart- en de pericardmeridiaan die een belangrijke rol gaan spelen in dit stuk. Op deze manier kunnen we dus de meridianen erbij gaan betrekken, kunnen we die ook gaan behandelen en desbetreffende acupunctuurpunten die van belang zijn om het lichaam, het zelfherstellend vermogen van het lichaam, te activeren, mee in beweging te zetten. En dat betekent dat we op deze manier reflexologie, craniosacraal en Chinese geneeskunde in één behandeling kunnen samenvoegen. Kan ik als erkend reflexzonnetherapeut ook theoretische onderdelen overslaan? Nou, het voordeel is dat je natuurlijk heel goed bekend bent met de zones op de voet en je dus eigenlijk heel snel door de stof heen kan. De theorie hierover die zit verwerkt in de lesstof, maar wordt tegelijkertijd gecombineerd met nieuwe zones. Ja, dus op het moment dat ik het ga hebben over de botstructuren van de schedel, dan weten we dat we die op de hoofdzones moeten gaan plaatsen op de tenen. Maar tegelijkertijd ga je dus heel veel nieuwe zones leren op die tenen. Voor het craniosacraal systeem kan het ook betekenen dat er onmogelijk, zoals jij het geleerd hebt, een andere locatie van een bepaalde zone zal liggen. En dit is nodig om het craniosacraal systeem op de voet goed uit te kunnen werken. Dus voor het totaalbeeld is het fijn als je echt alle stoffen doorloopt, omdat je dan juist de mixen kan maken tussen jou al de bekende gegevens en alle nieuwe zones die je gaat leren. Waarom zou ik nog een 3-jarige opleiding weer gaan volgen? Nou,
De reden daarvan is natuurlijk dat dit een nieuwe, completere opleiding is door de samenvoeging van Chinese geneeskunde, voetreflexologie en craniosacraal therapie. Dit is nog nooit eerder gebeurd, dus dat betekent dat je een compleet pakket krijgt. Wat je verder gaat leren is dat je communicatietechnieken, zowel verbaal als non-verbaal, heel erg uitgebreid gaan worden. Het is heel erg belangrijk en de nadruk komt heel erg te liggen op voelen. We moeten voelen wat er in ons lijf gebeurt en dus ons denken leren uitschakelen. Dat is een enorm onderdeel. Maar tegelijkertijd ga je verbale technieken leren om uiteindelijk te kunnen communiceren met organen. We gaan dus via de stem contact leggen met organen en doordat we kunnen voelen en ons denken kunnen uitschakelen, kunnen we aan de hand van dat wat je voelt een gesprek aangaan met een orgaan. Dat is wat we met name in het tweede en derde jaar ook uitgebreid zullen gaan doen. Nou, heb je nou bijvoorbeeld al een opleiding als craniosacraal therapeut gevolgd of een opleiding in de TCM, je bent bijvoorbeeld trinatherapeut of acupuncturist, dan zullen we in een persoonlijk gesprek met je gaan kijken. Op welk niveau heb je dingen gevolgd? Waar heb je het gevolgd? Wat is je lesstof geweest? En van daaruit gaan we dan kijken of er mogelijkheden zijn om een aangepast persoonlijk plan voor je te maken. Belangrijk in dit geheel is wel dat je zelf de koppelingen moet kunnen blijven maken tussen craniosacraal, Chinese geneeskunde en voetreflexologie. Want dat is de voorwaarde voor deze opleiding. Maar daar gaan we dan met je samen naar kijken. Een veelgestelde vraag die ook gesteld is: wat is nu de inhoud van de lessen? Wat ga ik nu allemaal leren? Nou, de lessen zijn opgedeeld in theoretische gedeeltes en praktijklessen. De theoretische gedeeltes die gaan we via online learning doen en de praktijklessen zijn hele dag praktijk. In de theorielessen gaan we verschillende onderwerpen behandelen. Natuurlijk de anatomie van het craniosacraal systeem en de voetreflex. We gaan het hebben over het craniosacraal vocht. We gaan het hebben over embryologie, over het zenuwstelsel natuurlijk. En in de praktijklessen gaan we die technieken die we op dat moment leren, gaan we gelijk koppelen aan klachtenpatronen. Dus dat betekent dat we massages, de technieken, massages gaan leren die te maken hebben met hoofdpijn of die te maken hebben met een antistressbehandeling of die te maken hebben met wervelkolomproblematieken. Je gaat dusdanig de techniek leren dat als je mogelijk al reflexzonnetherapeut bent, je de techniek gelijk in kan voegen in je bestaande plan. Dus stel je hebt iemand met hoofdpijn en je bewerkt onder andere de hoofdzones. Dan kun je deze technieken en de nieuwe zones die je gaat leren gelijk toepassen in jouw plan. Ben je bijvoorbeeld craniosacraal therapeut, dan weet jij dus hoe je vanuit craniosacraal systeem naar deze klacht kunt kijken. Maar je kunt gelijk op de voet jouw eigen behandeling mede ondersteunen, waardoor je weer een uitgebreider pakket krijgt. In het hele verhaal, constant erdoorheen, wordt de Chinese geneeskunde constant als onderbouw belicht. Ja? Dus we gaan steeds kijken, hoe is het met qi? Wat is bloed? Wat zijn de vloeistoffen? Op welke manier zijn die met elkaar verweven? Hoe is dat op fysiek level? Hoe is dat op emotioneel level? En hoe is dat op spiritueel, mentaal level? Dus op alle niveaus en bij alle onderwerpen zal het Chinese aspect daar ook uitbelicht worden. En natuurlijk gaan we meridianen en acupunctuurpunten daarbij bekijken. Nou, hopelijk is er zo weer een hoop duidelijk geworden over de vragen die gesteld werden. Mochten er alsnog vragen zijn, dan horen we die uiteindelijk graag. Tot de volgende keer!